Hallo, welkom bij Tiffany's Kitchen. Vandaag gaan we viskoek maken. Vandaag ga ik zalm gebruiken, maar je kan ook een ander soort vis gebruiken, zoals witvis, kabeljauw of pangasius, wat je lekker vindt. Maar ik gebruik graag zalm om viskoek te maken. En wat we erbij nodig hebben is lenteui, dille, citroengras, eenschalot, twee knoflookteentjes, een klein stukje laos en een stukje gember. En wat we nog meer bij nodig hebben is rode Thaise curry, zoutpeper, vissaus en maizene en natuurlijk keukenapparaat. Zo, alle ingrediënten is nu gesneden. Mooi hier in twee bordjes. Ik heb dille bij gebruik, maar als je het niet lekker vindt, dan hoef je het niet te doen. Het is niet per se nodig, maar ik vind het wel lekker in viskoek, dus dan doe ik het erbij. Nu gaan we even alles fijn malen. Vissaus. Ongeveer één lepel, één eetlepel, één eetlepel Thaise rode curry. Nou, doe maar anderhalf lepel. En een eetlepel maizene. Bosuien en dille. We gaan nu bakken met een beetje olie in de pan, niet heel veel, maar ook niet te weinig, gewoon net genoeg. We heet laten worden en daarna gaan we bakken. De viskoek is klaar. Het ziet er heerlijk uit. En we eten nog iets lekkers erbij voor de bites. En dat is komkommer en rode uien in kleine stukjes snijden, in blokjes snijden. En dan sweet chili sauce erbij.
Heerlijk. Bon appétit.